Goedenavond. De oorlog in de Golf is nu een kleine 22 uur aan de gang en volgens het Pentagon wordt Irak onophoudelijk aangevallen. Volgens ooggetuigen in Irak hebben Britse vliegtuigen zojuist een massaal bombardement op Iraakse doelen uitgevoerd. Een goed overzicht van de schade en het aantal slachtoffers is nog steeds niet te verkrijgen. Bronnen in Kuwait melden dat de ziekenhuizen daar vol liggen met Iraakse gewonden. De Iraakse ambassadeur in België zegt dat de aanval op Israël eraan komt. De beslissing is genomen. Het tijdstip is uiteraard geheim, aldus ambassadeur Ziad Haidar in België. Volgens de Israëlische legerleiding is de kans aannemelijk dat Irak vanavond Israël aanvalt met lange afstandsraketten. Dat meldde onze correspondent Connie Mus zojuist. We gaan nu naar Michiel Bikkerkaarten in de Verenigde Staten. Michiel, het bericht dat Israël alsnog bij het gewapend treffen zal worden betrokken. Heb jij daar meer informatie over? Jeroen, jullie hebben in Europa de ambassadeur in België gehad. Wij hadden hier een uur geleden de Iraakse ambassadeur in Parijs die hetzelfde verhaal vertelde. Er is geen reactie van de Amerikaanse overheid. De commentatoren hier, die geen inside kennis hebben, beschouwen dit als pure bluff. Maar nogmaals, die hebben geen kennis die de Amerikaanse overheid heeft. Er is nog iets anders wat die Iraakse ambassadeur in Parijs zei, waar ik de aandacht op zou willen vestigen. Hij zei, het idee dat Irak zich zal overgeven is heel naïef, zoals hij het uitdrukte. En hij zei, president Bush kan wel een oorlog beginnen, maar hij kan hem niet beëindigen. Als je dat legt naast de ervaringen van de Amerikaanse en Britse piloten in het theater de afgelopen 20 uur, die voortdurend verbaasd waren over het gebrek aan tegenvuur, dan begint het erop te lijken dat Irak heeft gekozen voor een soort tactiek om zich te verschuilen en de eerste golven van de aanval uit te zitten en pas dan te reageren als er dan nog iets over is van hun defensieve en offensieve potentieel. Nogmaals, Jeroen, dit is een theorie van mij, dit is niet gebaseerd op kennis, het is alleen maar een mogelijkheid. Goed, Michiel, ik stel voor dat we het bij deze filosofie op dit moment even laten. Wij komen vast nog bij elkaar terug in de loop van deze avond. Op verzoek van de Syrische regering zullen het Nederlandse en het Belgische Rode Kruis een vluchtelingenkamp in Syrië inrichten. Het kamp zal plaats bieden aan zo'n 40.000 vluchtelingen. Dan is er in Nederland op een aantal plaatsen gedemonstreerd tegen de aanval op Irak. Onder andere op het Haagse Binnenhof. De grootste demonstratie was vanavond in Amsterdam. Op de Dam voor het Koninklijk Paleis kwamen vanavond zo'n 1000 mensen bijeen om te protesteren tegen het militair ingrijpen en om te eisen dat de Nederlandse soldaten uit het gebied worden teruggetrokken. De schrijver Simon Vinkenoog deed een emotionele vredesoproep. Gij zult niet doden, gij zult niet pijnigen, gij zult troosten, gij zult begrijpen. Gij zult niet doden, gij zult niet sterven. Bezielde vrede! Na een minuut stilte ging de demonstratie naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein. Een aantal demonstranten probeerden daar de hekken omver te trekken. Politie te paard dreef hen zonder veel problemen naar achteren. Verdere incidenten waren er niet in Amsterdam. Goed, dan nog een laatste bericht. Radio Baghdad meldt zojuist dat Iraakse luchtafweer 55 vliegtuigen van de geallieerden heeft neergehaald. Nou is het wat de oorlogsresultaten betreft altijd tegen elkaar opbieden, want de geallieerden zeggen dat het maar om 3 toestellen gaat. 1 Amerikaans, 1 Brits en 1 Koeweits toestel. Zoals gezegd, het blijft dus moeilijk om erachter te komen hoe het nou zit met de diverse schaderapporten. Tot zover deze extra nieuwsuitzending. Onze volgende is om 11:12. Ons late bulletin om 11:50. En daarin onder meer de resultaten van een enquête in opdracht van de nieuwsredactie van RTL 4 over de golfcrisis. Goedenavond.